Een van de meest bekende ziekten is waterpokken. Iedereen heeft het wel gehad, maar hier leer je erover wat het nou eigenlijk is. En vergeet niet dat je het in de reader allemaal terug kan vinden. Waterpokken is een kinderziekte met over het hele lichaam vlekjes, blaasjes en korstjes. Bijna iedereen krijgt als kind waterpokken, meestal in de winter of de vroege lente. Eerst wordt uw kind verkouden. Daarna ontstaan over het hele lichaam vlekjes en blaasjes, vaak ook in de mond, in het haar en op de oogleden. Uw kind kan een beetje koorts hebben en wat hangerig zijn. Met de vlekjes en blaasjes komt de jeuk. De blaasjes verdrogen tot korstjes. De korstjes zijn na tien dagen verdwenen. Er kunnen soms littekentjes overblijven. Wat kunt u doen om de jeuk, gevoeligheid en littekens zoveel mogelijk te voorkomen? Houd de nagels van uw kind schoon en kort. Zorg dat het zich zo min mogelijk krabt door uw kind bijvoorbeeld dunne katoenen wandjes of handschoentjes aan te trekken. Door krabben wordt de jeuk erger en kunnen ontstekingen en littekens ontstaan. Tegen de jeuk kunt u zinkoxide lotion of watergel op de plekjes doen. U kunt dat kopen bij de apotheek of drogist. Daardoor vermindert de jeuk en drogen de blaasjes sneller in. Heeft uw kind pijnlijke blaasjes in de mond. Dan kan een waterijsje of koude drank de pijn tijdelijk verzachten. Uw kind mag gewoon in bad of onder de douche. Als uw kind zich goed voelt, mag het naar school of naar het kinderdagverblijf. Vertel wel dat uw kind waterpokken heeft. Andere ouders weten het dan in ieder geval. Als uw kind nog geen waterpokken heeft gehad, is er grote kans dat het ook waterpokken krijgt. Waterpokken is namelijk heel besmettelijk al vanaf twee dagen voordat de vlekjes er zijn. Door hoesten en praten gaat het waterpokkenvirus van de een naar de ander via druppeltjes in de lucht. Het is bijna onmogelijk om dat te voorkomen, en ook niet nodig. Ook via het vocht uit de waterpokblaasjes kan het virus van de een naar de ander. Bijvoorbeeld als uw kind krapt aan de blaasjes en daarna met speelgoed gaat spelen waar ook andere kinderen mee spelen. Meestal is uw kind binnen 10 dagen genezen.